Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Joshua. En Joshua die heeft een interessante vraag. Joshua had een best lange vraag, maar ik heb hem voor jullie een beetje samengevat. Joshua die is 3-4 keer in de week in de sportschool aan het vinden. Hij is lekker aan het knallen, hij is lekker aan het vlammen. Hij wil er helemaal voor gaan. Hij wil spiermassa opbouwen. Maar hij wil vooral weten wat wijzer is. 4x8 of 3x12 met betrekking tot spiermassa. Hij wil weten, hoe kan ik meer progressie maken? Met welke van de twee varianten? Joshua, de bedrijfsnaam Total Strength, die komt van lichaam en geest. Oftewel, je kan een fantastisch mooi lichaam hebben, je kan er goed uitzien. Maar als je mindset daarbij, je geest niet in orde is, je bent niet tevreden, je bent onzeker, weet ik van wat nog meer, dan bereik je geen Total Strength. Daarentegen, als jij energiek bent, gelukkig, slaap lekker, tevreden, maar je hebt een lichaam wat niet lekker werkt, wat niet sterk is, wat niet gespierd is, wat ongezond is, dan hebben we ook geen Total Strength. Maar met die positieve mindset kan je je lichaam wel veranderen. En het interessante vind ik dus aan jouw vraag, dat jij zegt, Raymond, ik wil mijn training gewoon helemaal op orde hebben, we gaan er helemaal voor. Fantastisch. Dus jij zit op het fysieke vlak, weet je, wil je er gewoon helemaal voor gaan. Maar je mist nog een gedeelte mindset. Je mindset is goed, maar je focust op deze kant van het scherm, op je lichaam. Wat jij moet doen, intern focussen. Als je je druk maakt over 3x12 of 4x8, dan merk ik aan je vraag dat je extern aan het focussen bent. En ik snap dat je nu enige twijfels hebt, dus ik zal een voorbeeld geven. Ik train hier iedere dag 6 mensen in een groep. Iedere maand maken wij hier een nieuw schema en ik zorg ervoor dat we iedere week beter, 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 beter worden. Zowel mentaal als fysiek. En iedere eerste van de maand heb ik een nieuw schema. Iedere eerste van de maand leg ik dus in iedereen schema uit. En de vraag die ik altijd krijg is, Raymond, hoeveel herhalingen moeten we doen? En het antwoord is 3x12. Maar wat ik eigenlijk echt zeg is 3 keer vol gas. Vast gezegd, wat je hier altijd hoort is, als het pijn doet, dan doen we er nog 3. En dat is serieus. Dat is niet een of ander cheesy personal trainer iets wat je op een tegeltje kan plakken. Want daar hou ik ook niet van. Het moet pijn doen. En dan moet je er nog 3 doen. Uiteraard doen we dit met een strikte vorm. We zorgen dat de spierroep altijd onder spanning blijft. En we gaan niet dom weg en een beetje lopen rammen. Eerst techniek, dat moet allemaal kloppen. En dan als het pijn doet, gaan we er nog eens een keer doorheen duwen. En als je er dan 13 doet, of 14 of 15, dan maakt het me niet zo gek veel uit. Maar als jij mikt op 3x12, dat is fysiek gezien onmogelijk. Je kan nooit 3 rondes evenveel kracht leveren. Als jij in een auto benzine gooit, dan kan die ook maar een x aantal kilometer rijden. Je kan niet verwachten dat de benzine in je spieren continu blijft. Je kan niet evenveel kracht leveren, dan even pauzeren, weer evenveel kracht en weer evenveel kracht. Dat is onmogelijk. Ja, dat kan als je alles bewaart tot het laatste rondje, maar dan ben je niet aan het trainen, dan ben je gewoon aan het sporten. Dat zijn 2 verschillende dingen, zoals jullie weten. Dus, Joshua, ik zal jou een voorbeeld laten zien. Dit is video A. Hier tel ik tot 3x12. Zou je zeggen, nou, dat is vrij intensief, ziet er goed uit, daar kan je best wel wat spiermassa mee bouwen. Gaan we naar video B. Zoals je ziet, video B, video 2, die is een stuk intensiever. Met welke van deze 2 video's, welke van deze 2 trainingsmethodes, denk je dat je meer resultaat boekt? Uiteraard met video 2. Maar dat komt niet door het trainingsschema. Dat komt niet door 4x8. Dat komt niet door 3x12. Dat komt door hier. Omdat je moet denken, ik kan dit, ik wil dit, ik ga er vol gas voor. En dat is vele malen belangrijker dan jouw trainingsschema. Wil je meer van zulke soort video's zien? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.